Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Kijk weer gezellig mee in mijn week met heel veel bloemen. En we gaan de winkel helemaal omtoveren tot kerst. Dus daar heb ik heel veel zin in en ik hoop jullie ook. Dus ja, kijk gezellig mee. Wij zijn ondertussen bezig met de etalage in kerstfeer maken. We doen ze één voor één, dus we maken ze gauw klaar. Ik ben ondertussen bezig met de etalage. Ik heb de lampjes net allemaal mooi opgehangen. En jongens, die kerstverlichting, het blijft een crime elke keer weer. Hè? Dan denk je dat je het elk jaar heel netjes hebt opgerold en weer netjes hebt gemaakt. Maar toch zit het altijd weer in de knoop. Maar goed, het hangt. En ik heb hier allemaal touwtjes aan opgehangen. En daar ga ik allemaal mooie kerstballen en hangers aan ophangen. Zodat je van de buitenkant heel gezellig naar binnen kijkt. En vooral 's avonds is dat natuurlijk heel leuk met die lampjes. Het is ondertussen avond. En ik heb net het allereerste adventstuk opgenomen. Met behulp van mijn assistentes. Mijn kinderen. Het was niet heel praktisch. Sterre die heeft een camera gekregen voor haar verjaardag. En nou is ze op dezelfde manier aan het filmen. Ik moet een beetje om lachen. En ze maakt elke foto's van mij en van mijn bloemstukjes. Dus echt heel grappig. Maar ik heb dus het eerste adventstuk gemaakt. Die zal ik jullie even laten zien. En kijk hoe gezellig het hier al is. Het wordt natuurlijk nog veel gezelliger, want ik ga het helemaal vol hangen. Maar het begin is er al. Ik heb heel mooie kerstklokjes en schaarsjes en kerstballen. En de lampjes hangen natuurlijk al. Maar er komen nog veel meer dingen bij. Maar het begin is er. En de ijsbeer staat dus al. Dus... Het krijgt steeds meer vorm in de winkel. De kerstbomen moeten nog opgezet worden. Gaan we morgen denk ik lekker doen. Dus ja, goeiedag. Ik ga gauw even hier opruimen en dan zien we mij morgen weer. Nou, we hebben vandaag een mooi begin kunnen maken. Kijk, zoals je achter me ziet, is deze tafel helemaal klaar. Hij is echt superleuk. Ik zal hem even van dichtbij laten zien.
is avond en ik ga nog eventjes verder in de winkel. En ik moet heel eerlijk zeggen, met al deze lampjes is dat echt geen straf, want het maakt het wel gezellig. Ik was overdag gewoon niet meer aan toegekomen om de kerstspullen uit te pakken. En ik wil het echt nou in de winkel, dus ik ga dan gauw lekker even uitpakken. En ik heb er zoveel moois binnen. Kijk, deze mooie velvet. Of ja, wat is het? Velvetachtige hangers voor in de kerstboom. Superleuk. Dus ik ga alles nog even uitpakken en alvast weer eventjes bezig met het decoreren van de winkel en alles een mooi plekje geven. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and you. Oké, volgens mij kloppen de poten zo, dus ik ga hem proberen op te zetten. Het is altijd echt een heel karwei, want het ding is niet licht. En je moet oppassen dat de poten er niet uitvallen, dus het is ook best wel een geurtje. Maar ik ga het proberen. Oké, hij staat, maar ik betwijfel of de poten er goed onder zitten. Of ik de juiste poten in de juiste, bij het juiste been heb gedaan. Ik kijk er echt een beetje raar om. Maar misschien komt het ook omdat ik nog niet de kop erop heb. Oké, zoals je ziet, hij staat en hij staat goed. Ik heb eventjes voor de zekerheid nagevraagd of ik hem goed in elkaar had gezet. Maar dat was toch wel zo. Het leek gewoon raar omdat de kop er nog niet op zat met de geweien. Maar hij staat mooi, dus nu ga ik de rest decoreren. Deze zag ik en ik was er helemaal verliefd op, dat ik ze heb besteld voor bij mij in huis. En ik heb nog één zo'n set over, die zou ik ook online zetten. En kijk hoe groot die is. Ik heb dan een grote en een kleine, maar die is gewoon groter als mij. Met bronzen glitters. Echt fantastisch. Maar wel heel luxe en industrieel door het frame. Dus ik denk, ik weet het nog niet zeker, want ik hou ook echt van kerstbomen en dat soort dingen. Maar misschien dat ik dit jaar wel iets anders mijn huis decoreer. Misschien vind je het ook leuk om te zien hoe ik mijn huis in kerstsfeer decoreer. Laat me dat dan eventjes weten. Want wie weet neem ik jullie dan wel voor één keertje mee in mijn huis. Om het allemaal mooi in te richten. Dus laat me dat vooral weten als je het leuk vindt. Ik ga hem even uitpakken en dan ga ik hem daarbij zetten. Past trouwens echt super mooi met die kleur en bij elkaar. Oké. Ik zag heel leuk. Het staat er heel mooi bij. Maar hij is te hoog. Hij past niet op. Het zat al aan het plafond. Wat dom. Oké, volgende, iets anders. Kijk hoe leuk. Zo, deze tafel is eigenlijk ook gewoon helemaal mooi. Ik ga morgen verder. Ik heb hier ook al wat dingetjes uitgepakt. Maar ik kan wel de hele nacht door doen. Dus ik ga hem afsluiten. Want anders komt het er morgen niet uit. En dan zien we mij morgen weer. Ik zal even laten zien wat ik allemaal nog heb gedaan. Mocht je iets van de kerstartikelen zien dat je leuk vindt, alles staat gewoon online via www.uonlinebloemist.nl. Mocht je het niet kunnen vinden, mag je me altijd even een berichtje sturen. Kun je het beste even doen via Instagram of Facebook. Daar reageer ik dan het snelste als je eventjes wat zoekt. Of eventjes een appje sturen via onze website. Dat kan ook altijd. Dus tot morgen. Goedemorgen. Ik ga buiten zitten en ga verder
Met de dag beginnen. Ik heb een leuke dag vandaag op de planning. Ik heb nog wel wat inpakwerk en wat bestellingen. Maar voor de rest, er komt veel nieuwe vracht binnen. En ik wil gewoon verder met de winkel helemaal kerstklaar maken. Dus daarom neem ik jullie vandaag gewoon weer mee. En tussendoor maak ik natuurlijk gewoon boeketten en bloemwerk. Dus ook dat zal ik jullie laten zien. Ik ga gauw buiten zetten. Kijk hoe leuk dat hier was. Deze tafel is ook zo goed als klaar. Nu word ik echt super mooi. En er was echt een mooi geheel in het wit. Dat vind ik echt leuk te uitzien. Echt dat winterse sneeuw idee. Sorry, het lijkt een beetje raar met een mondkapje, maar goed. Dus ik zal eventjes deze ook laten zien van dichtbij. Dit is niet echt kerst, maar ik vind ze wel echt super leuk. Dat is ook eigenlijk bij mijn huis. Kijk hoe leuk deze industriële lampjes. Ze zijn maar €3,99, echt een kopje. Ze staan ook in onze webshop, dus je kan ze ook online shoppen. En met het mooie warme licht, echt heel leuk. En het is gewoon, het is het staal. Dus echt mooi voor dat geld. €3,99 is toch echt geen geld. Echt super leuk. Dus wou ik even nog even extra aan jullie laten zien. En die staat in onze webshop dus. Goed, ik ga nu verder met de volgende tafel, want één tafel is ondertussen een beetje leeg. Ik vul het altijd een beetje op kleur, zodat alles mooi bij elkaar staat. Dus ik schuif nogal wat met elkaar. En de hoek van de beer wil ik ook nog even mooi doen. En ja, ik twijfel alleen over de grote tafel. Ik neem hem even mee. Die tafel daar, dat. Welke kleur ik die ga doen, want ik heb volgens mij nog aardig wat goud, vind ik leuk. Maar blauw-groen ook, en die kleuren komen echt heel erg in. Dus twijfel of ik doe half om half. Maar ik vind die kleuren iets minder mooi bij elkaar. Dus ik ga even kijken wat ik daar neer ga zitten. En deze kast is ondertussen ook mooi gevuld. Hier mag nog wel iets meer kerst aan toe. Of misschien wat lampjes. Ik heb zojuist allemaal mooie vracht binnengekregen. Dus allemaal mooie bloemen en planten. En ik ben het aan het inzetten, aan het schoonmaken. En in de stelling aan het zetten. Maar we hebben hele mooie bloemen. Ik heb ook hele leuke cyclaambollen. Echt super leuk. Zal ik even laten zien. Kijk hoe leuk. En zoals je nu ziet lijkt het alsof dat, ja wat is het, hè? Maar daar komt dus een cyclaam uit. En cyclaam zijn weer deze bloemetjes. Dus echt super, super gaaf om op een schaal bijvoorbeeld neer te leggen met mos. Echt heel tof. Ik denk dat je zelf ook in huis zet. Zo, het begint steeds meer op te lijken in de winkel. Ik ben toch gegaan voor wat natuurlijke tinten met bruin en goud. En hier dan blauw, grijs en ook wat natuurlijke. Kijk hoe mooi. In de volgende vlog zie je hoe ik dit allemaal afmaak en hoe ik nog meer kerst toevoeg aan de kerstwinkel. Ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Net zag je trouwens ook dat ik daar de etalage met de beer al iets. Die wat meer rood met wit en zilver. Nou ja, hier komt dan meer blauw en dat komt daaronder ook nog. En dan hier meer de naturel tint met een kleine tint van goud. En dan hebben we dus hier in de etalage allemaal wit zilver. Wat neutrale, klein beetje blauw, maar dat lichtere blauw, want zie je wel veel terugkomen. Nou ja, dan hebben we hier nog een kerstboom en hier is het ook wat neutrale. Je ziet sowieso wel veel neutrale tinten terug met kerst. Veel wit, zilver, goud heel veel. En deze tinten zie je ook heel veel terug, dat is ook heel erg leuk. Maar goed, ik ga nog veel meer uitpakken, dus dat zien jullie in de volgende vlog. En volgende week krijgen jullie een extra video op maandag. Want dan heb ik een leuke samenwerking. En in verband met Black Week komt hij dan op maandag online. Dus dat is natuurlijk super leuk.
En dan hoop ik dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Heb je een vraag of wat dan ook, een opmerking, wil je iets leuks zien? Zet even hieronder in een berichtje of laat me vooral weten wat je hiervan vond. Vind ik super leuk om te lezen. En ik lees echt alles en ik reageer eigenlijk ook altijd overal op. Dus vind ik super leuk. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je jullie bij de volgende keer weer.